Game of Thrones. Oh, ik van RuPaul's Drag Race. Oh. Dat is een beetje het verschil tussen ons leven. Ja, ik zit op HBO en jij hebt TLC, weet je wel. De Ladies Channel. Ja. Dat is echt heel erg vet. Is het nou de Learning Channel of de Ladies Channel? Ik weet het nog. Weet ik veel, ik vind het geil. Ik vind het prima. Metro Exodus. Metro Exodus. Een post-apocalyptische game, klein bruggetje. Mijn serieuze game die ik ooit gespeeld heb. Nul humor, alles gewoon echt keihard. RuPaul's Drag Race. Helemaal leuk. I live in hope. But the future is still all I fear. Voor A-Games en Deep Silver komen met Metro Exodus. En dat wil zeggen, de gamer krijgt weer een echte game die bedoeld is voor de gamer. Geen gepoespas, geen microtransacties, geen online shit, geen veel te open wereld. Dit is weer een lineaire shooter, semi-lineair, die ons uiteindelijk door een heel Russisch landschap gaat sturen en weer dope first-person shooter actie terug gaat brengen. Peter is er helemaal wild van. Hij was in Londen voor de tweede keer om die game te spelen. Metro Exodus wordt de game voor de gamer. Ja, dit is echt de game voor jou, gamersnetbezoeker. Want geen Fortnite, geen Call of Duty, weet je, dit is gewoon echt een singleplayer ervaring. Echt super vet. Metro 2033 was een van de grafisch meest vette games uit zijn tijd. Daarin het post-apocalyptisch. Je zat in het metrostelsel onder Moskou, denk ik. Ja, daar kregen we vervolg in Metro Last Light. En nu hebben we de derde deel Metro Exodus. En Metro Exodus gaan we uit de metrotunnels. We worden achtervolgd of door de VN. Ja, het is echt een heel grappig verhaal. Oh, vet. Ja, natuurlijk. Want die zijn nu allemaal puinruimen in Rusland. Goed, jij moet daarvoor op de vlucht. En dat doe je in een trein met je teambuddies. En jij krijgt continu opdrachten in enorme mappen. En wij hebben de nieuwste map gespeeld, of tenminste één van de mappen gespeeld, de Caspian Map. En dat is natuurlijk de Kaspische Zee, die inmiddels droog ligt en een woestijn is geworden. Ik zag dat in de storytrailer en ik kreeg een beetje toen het idee van wauw, Metro gaat een beetje Mad Max-achtig, toch? Ja, er zit een voertuig in. Ja, ja, maar, dat ja is... maar wel gewoon echt zo'n oude bus hoor, het is niet zo'n buggy. Het is gewoon echt een... Nee, oké, okay, maar gewoon in die beelden alleen al en je krijgt wat meer van die wappie gasten en zo, ja. Weet je wel? Ik kreeg heel erg het idee van vooral Mad Max de film, niet zozeer de game, maar ik bedoel meer de stijl. Ja. Want ik herinner me Metro als in metro-tunnels en natuurlijk van Metro Exodus, die eerste trailer zag je al wat meer groen, maar nu ook echt gewoon, hey, het ja, een woestijn. En ik zei in vorige previews al dat ik heel erg een Fallout vibe krijg. En het gaat niet alleen om het feit dat het post-apocalypse is. Dat je in je uppie aan het wanderen bent. I'm the wanderer. Maar het is ook omdat je gekkies hebt. Weet je, onze opdracht in de Caspian Zee was, ga benzine halen. Dat is allemaal best wel een soort van straightforward. Ook trouwens, ik ben niet helemaal tevreden met de storytelling, want de voice acting was... Hey, dit is echt heel slecht. Maar goed, wat je ontmoet in de wereld is echt wel heel tof. Je moet benzine halen, water halen, want je bent natuurlijk op reis met je trein. Dus ze zeggen, stap uit, ga dat doen. En wat dus blijkt is dat er dus allemaal slaven aan het werk zijn. Op een gegeven moment kom je in een kampement en er zijn allemaal slaven aan het werk. En die doen jou ook niks. Hè? Dus je zou kunnen schieten, heb ik niet gedaan. Dus ik ga naar binnen. Het was een heel oud, brakliggend schip. Die liggen er natuurlijk heel veel, oude zee. Ik ga naar boven en er was iemand weer aan het bidden, aan het bidden. En ja, de leiders zijn boven. En zij dachten ook dat ik een van de leiders was. Nou, vervolgens maak ik natuurlijk de leiders dood. En zijn de slaven boos op mij dat ik de leiders heb? Zijn zo, weet je, en dat soort gekke wappie characters zitten erin, weet je wel? Iedereen luistert naar een guy die de Baron heet, de Baron. Dat is een soort van de slavendrijver. En die hoor je ook via radio-updates, hoort hij ook van, oh, dat kamp is overvallen. Hij wordt ook steeds bozer op jou als speler, zeg maar. En op die manier kom je allemaal characters tegen en ben je eigenlijk bij elk braakliggende schip of elk wrak wat je ziet benieuwd van wat je daar gaat tegenkomen, omdat je overal zijn audiologs en wat dat betreft ook een Fallout-vibe van, ja, ik wil gewoon alles ontdekken, omdat A, alles is heel schaars, maar B, misschien kom ik ook toffe verhaaltjes tegen in de wereld. Dat is de reden waarom ik vaak in Fallout erop uittrek, omdat ik dan denk van, wat zal ik nu weer tegenkomen? Ja. Alles pre-76, zeg maar dan. Ja. Maar oké, dat is best wel hoopvol, ja, toch? Ja, het is echt heel erg leuk. Het enige verschil met Fallout is, in Fallout heb je echt heel veel storylines, ook sub-storylines, je komt bij iemand tegen die Nuka-Cola museum heeft en dat shit. Ja, dat is in Metro Exodus wel op beduidend minder, maar omdat alles zo schaars is in de game, echt heel schaars in de game, moet je eigenlijk wel overal stoppen wat je ziet. Want ja, je weet gewoon niet waar je kogels vindt of waar je spullen vindt. Zijn kogels nog steeds de valuta? Nee, kogels zijn niet meer je valuta, maar kogels zijn wel enorm schaars. Het gaat je meer dan eens voorkomen dat jouw kogels gewoon op zijn. Gelukkig geeft de game wel weer andere opties om jou goed bewapend ten ijs te laten komen. Want
Ja, je kunt mensen stealthy neermaken, dus je kunt stealthy games spelen. Yes. En je kunt ook balletjes een soort van maken. En dan heb je een soort pump rifle, dat je gewoon eigenlijk een soort van die kogels, van die hele kleine kogeltjes. Dan kun je in ieder geval van afstand wel wat schieten. En die balletjes zijn ook altijd wel verradig. Alleen dat maakt het weer moeilijker. En het is echt een ongelooflijk moeilijke game. Ik merk dat heel veel van mijn collega's journalisten, die speelden de game voor het eerst, die gingen heel vaak dood. Het was inmiddels mijn derde speelsessie en dan merk je heel erg, je leert deze game spelen. Gebruik altijd je backpack. Gebruik zoveel mogelijk dingen die je om je heen vindt. Ga upgrades maken. Vergeet nooit een medical shit te maken. En alles wat je vindt in de game kun je natuurlijk ook soort craften. Er zit best wel uit op het crafting systeem. Dat is echt heel tof. Gaat het hard op dat craften? Is het echt een beetje survival-achtig geworden het nu? Het is survival-achtig, maar het craften is wel overzichtelijk. Je hebt twee manieren van craften. Je kan dingen on the fly, onderweg kun je craften. Hele toffe animatie met je rugzak die je dan echt op de grond zet. En echt een open rit. Silencer erop draaien, medische shit maken. En je wapens upgraden doe je echt op workbenches die je kunt vinden over de hele wereld. Ik voel steeds meer dingen die je zegt ook zoiets van, ja, je hebt gelijk, dat is Fallout. Ja, het is Fallout, maar dan een core shooter, weet je wel. Dit is echt gewoon een hele moeilijke game die je echt moet leren spelen. Ga niet guns blazing rushen, weet je, als je Call of Duty speelt. Ga niet op dezelfde manier hierin. Ga veel scouten, ga veel verkennen. Voor je het weet zitten er mutanten achter je aan. Er lopen slangen door de wereld die je continu je enkels afbijten. Weet je, het is allemaal, niks is vergevingsgezind. Op een gegeven moment zit je weer in een storm. Dan komt er een zandstorm, zie je helemaal niks meer, weet je. Je bent gewoon echt aan het survivalen in de wereld van Metro. Dus het is wel een dynamische wereld, zoals ik het begrijp. Maar het is niet helemaal volledig open, toch? Hier hebben we het in de vorige preview ook al over gehad toen je de laatste keer naar Londen was geweest. Of E3, ik weet het eigenlijk niet meer 100% zeker. Maar hij is wat af, die man. Nee, maar het is dus niet dat je zeg maar ergens gedropt wordt en à la Far Cry zou je overal naartoe kunnen gaan als je er zin in hebt of zo. Nee, bij mijn weten zijn het vier grote mappen. Dus je hebt vier grote mappen die elke seizoen hebben. Je reist een jaar als het ware. Semi-lineair. Ja. Nee, elke keer een map. En als je daar dan klaar bent, ga je naar de volgende map. Dus het is eigenlijk Maar treinreis, dat geeft mij heel erg het onrails idee, zeg maar. Van een maar je gaat dan bijvoorbeeld, je hebt die trein, die gaat dan naar map 1. En die map 1 ga je uitspelen. Ja, oké. En dan vervolgens heb je alles uitgespeeld. Ja. En dan ga je met de trein naar map 2. Dat is hoe ze het doen. En inderdaad, jij noemt Far Cry. Ik ben Far Cry natuurlijk een beetje zat. En ik merk gewoon nu heel erg met Rage 2 en met Metro dat ik het heel erg fijn vind dat de Far Cry is niet de enige shooter die dit kan, weet je. Metro kan het ook, het is een hele andere shooter. Het is langzamer, het is realistischer, maar ik vind het ook heel fijn, want het hangt heel veel van af. Griddier. Far Cry is natuurlijk een beetje felle kleuren, weet je wel, en gekke verhalen. Maar dan, ik heb het idee dat 4A Games veel meer dat idee, de sfeer van het boek, zeg maar, van de Metro boeken terug wil En de schrijver was ook op ons event, wel leuk. Oh, leuk! Ja, dus Gelosliegen baseert op Metro 2035, dat is de derde boek. Dus de derde game ook. Komt ook een film aan. Echt? Ja, wat vet. Dat had je. De schrijver heeft al gezegd van, komt een film aan. Ja, nou goed, ze hebben op een gegeven moment filmrechten bij Fox neergelegd. Of ik weet niet of het precies Fox was, maar die wou er iets veel te Amerikaans van maken. Dus toen heeft de schrijver dat teruggetrokken. Zei van, ik wil echt iets wat je meer, zeg maar, gritty gaat doen. Ja, want dat is het wel echt. Het is wel echt een hele gritty game. Die ook de conventies, Amerikaanse conventies, wegbloeien. De VN is je vijand. Lachen. Leuk. Dus een keer flip it, weet je wel. Even pro-communistisch gaan. Hoe zit het met de visuals? Want Metro is natuurlijk altijd een beetje de benchmark game geweest. Zelfs nu, jaren later nog, zijn die oude Metro games nog steeds dingen die benchmarken nog steeds met oude Metro games. Ik tegenwoordig gooi ik wel wat andere erin, maar het is vaak 2033 geloof ik, was al best wel zo'n benchmark. Ja, heel mooi. Hoor. Zwaar om te draaien voor je PC, maar als hij het kon, dan weet je wel, is dat een soort statement, een soort van pokken kun je ermee. Ja, maar ze willen natuurlijk een brede doelgroep aanspreken, dus als je de trailer ziet, het eindigt met twee packshots van PlayStation 4 en Xbox One en pas rechtsonder staat Steam. Maar dat is prima, het draait ook gewoon op een Xbox One, dat zag ook prima uit, Xbox One X. Alleen ja, weet je, ik heb het gespeeld op een PC met een 2080 Ti. Ja, dat... Leuk. Tering, wat een mooie game. Ja, het is gewoon de mooiste game die je ziet. Raytracing ook? Alles klopt gewoon. Alles is mooi. Ja, dit wordt weer de nieuwe benchmark voor heel veel games. Want het is gewoon, alles klopt. Lichteffect, opeens een zandstorm vanuit het niks. Schaduwen. Ik vind de gezichten, daar heb ik wel nog wat op aan te merken. Gezichten en eigenlijk alles met het acteren vind ik echt wel oprecht wel wat minder. Het zijn van die cliché Engelsen die een Rus nadoen. We are the government you people deserve. En er wordt best wel veel voor een game die zich ondersteunt door een schrijver, vind ik heel veel cliché zinnen in zitten. Ik ga even geen voorbeeld noemen, maar ik dacht bij heel veel dingen daar al cliché. Daar klonk het, let's go have some vodka. Voilà. En, maar grafisch is deze game fantastisch. En ook op Xbox One, ik heb alleen op Xbox One, in PlayStation weet ik niet, maar het ziet er gewoon fantastisch uit. En ik denk voor PC, als je echt alles op high zet, moet je gewoon een behoorlijk systeempje hebben. Maar ja, ik neem aan dat ze ook al letten dat het wat breder kan, want het is ook gewoon voor consoles. Ja, ik hoop dat de optimalisatie ook goed is als je niet op die 2080 high zit en zo.
Je hebt het over de voice acting en dat vind ik toch wel even iets om aan te halen. Want ik zat ook naar die story trailer te kijken. En ik dacht, oh, dat voor een game die weer echt helemaal op singleplayer gebaseerd is en heel erg op het narratief leunt. Klinkt dit een beetje inderdaad cheesy of zo? Ja, vind ik ook. Denk je niet dat Frank gaat worden? Ja, ik vind het wel jammer. Weet je, het is wel een beetje die B-film vibe, maar ik vind toch, er is een schijf aan verbonden. Ik denk, ja. Nou, ik vond het in alle games was het niet optimaal. Weet je, het is een beetje dat. Ja, dat tacky, ordinaire Russische Engelse acteur die Russisch spreekt. Ja, dat is nou helemaal zo. Amerikaanse ook echt zeker. Weet je, waar de storytelling vandaan komt, wat er echt goed is aan de storytelling. Ik kan twee kleine voorbeeldjes noemen. Het zit veel meer in de gameplay dan het echt zit aan de guy die jou vertelt wat je moet doen. Want dat zijn best wel simpele missies. Maar het is in het verhaal gewoon. Als jij, twee voorbeelden. Eentje was bijvoorbeeld, zit ondergronds waar allemaal spinnen zijn. En je moet met een aansteker moet je dan de spinnenwebben voor je wegbranden. Ja. En als er dan spinnen in de buurt zijn, dan kruipen er ook opeens spinnen over jouw arm en over jouw masker. Dus in het begin dat je dat voor het eerst ziet, ga je schieten. Maar dat is gewoon een animatie in de game die jou gewoon freaked up maakt. Als jij in de buurt loopt met een aantal lijken, zie je opeens een vliegje op je arm lopen. Dat is zo fucking bruut. Het is echt heel simpel, maar super vet. En ik snap ook niet dat dit in andere games nog niet is gebeurd. Want je freakt hem echt uit, maar je kan niks aan doen. Het is gewoon, het geeft aan dat er spinnen in de buurt zijn. En dat is echt super vet bedacht. Dat is echt een beetje storytelling in de gameplay. Ja, precies. En wat ze doen ook niks zeg maar met je hut. Hè. Je hut is helemaal leeg. Dus het aantal kogels staat op je geweer. Je hebt een horloge hier voor die omgeving. Niks wordt in de hut verteld. Je kaart is ook echt gewoon een papieren kaart zonder enige aanwijzing. Gewoon, dat is een kruis, daar moet je heen. En dat is echt heel erg survival horror, echt heel tof gedaan. En een ander voorbeeld wat ik wilde noemen is, als je mensen uitschakelt, kan het zo zijn dat de laatste of de laatste twee mannen die je nog niet hebt uitschakeld zich opgeven. Dan zeggen ze, oh sir, don't shoot man. En dan gaan ze zo zitten en dan zijn ze bang voor je. Ik had dat dus in een bepaald kamp. En toen was er boven, naar boven was nog iemand, had ik gehoord eerder. Maar die hoorde ik niet meer toen ik de rest van zijn maten beneden had neergeschoten. Ik klim de trap op omhoog. En terwijl ik onderwijlijk op de trap zit, hoor ik één schot boven. Bam! En ik kom boven, heeft die guy zich net doodgeschoten zo? Ligt die zo gewoon kapotgeschoten? Het zijn van dat soort kleine dingetjes waarvan je denkt, shit. Super slim bedacht, super simpel, maar what the fuck? Dit is een beetje show and tell in die gameplay. Ja, het is echt heel leuk gedaan. Nice. Daar voel ik wel iets voor. Iets meer van die immersive, weet je, het hoeft niet allemaal in your face te zijn. Ja, maar ik was best wel in paniek toen ik de trap opende. Ik hoorde één schot. Kom ik boven, ligt die guy gewoon daar. Ja, maar dat is zo'n lekker game momentje, weet je. Ja, en ook dat van die spinnen. Ik denk, wat slim bedacht. Ja, dat zijn de leukste games. Als je denkt van, wauw, dit is heel innovatief. Of dit verrast me op een goede manier, weet je. Dat is nice. Ja. Oké, daar voel ik wel iets voor. Oké, dan is het af en toe een beetje tacky, maar je krijgt dus wel wat meer een immersive ervaring in de gameplay. Ik denk dat een prima soort van balans is, toch? Nou, ik ben heel erg te spreken en ik vond het oprecht ook een game die ik toen ik 2,5 uur speelde, wilde ik door en door en door. Ik werd alleen maar fanatieker hoe langer ik het ging spelen, want ik was best wel lang al in het Caspian level. Op een gegeven moment kom je over een soort van punt heen waar je genoeg upgrades hebt voor je guns en dat wat lekkerder gaat, wat soepeler gaat. Dan denk je, oh ja, het gaat steeds soepeler. Weet je, zo'n game die in het begin moeilijker is dan later, omdat je dan nog weinig shit hebt. Ja, dat is een power surge. Ja. Dat je op een gegeven moment de ultieme kit hebt en dat je weet hoe je moet spelen. En dan wordt het leuk. Dan pas wordt het leuk. Nee, dat wordt leuk. Ik vond het echt een heel erg tof speel. Metro Exodus. Hij verschijnt al vrij snel. 15 februari komt hij uit. En dat is dus PC, als je lijpe PC hebt. Xbox One, X, PlayStation 4 Pro en dergelijke. Dus dat schijnt er ook heel goed uit te zien. Dat heb je volgens mij op E3. Was dat je al op een Xbox had gespeeld? Ja. Op die eerste sessie, ik weet het niet meer. Maar je was ook te spreken over hoe het eruit zag op Ja, maar ik heb zo gisteren nog even langsgelopen. Langs de peasants die op een Xbox One X speelden. En toen dacht ik, oh, je hebt ook best wel een mooie game. Yeah. Ja. Nee, dat ziet er gewoon prima. Oké, nou, dat is goed om te weten. In ieder geval, 15 februari ligt hij in de schappen. En natuurlijk, tegen die tijd zie je wel een review verschijnen van Gamersnet.nl. Waarin we dan zeggen van, nou oké, dan plakken we er dat punt op. Ongeacht van alle dingen die Peter nu heeft gezegd. Of misschien wel met die punten die Peter heeft gezegd. Je weet het maar nooit. Ja. Peter, bedankt voor de preview. En hopelijk tot snel. En hopelijk ook tot snel jou, lieve kijker. Op Gamersnet. Super vlotte outro. Echt hè? Lees het nog even geschreven. Oh ja. Leuk. Of niet? Ja. Weet je, wie zijn wij om dat te vertellen?